We zijn samen met Gert-Jan Verbeek, Johan Derksen met kapsel en René van der Gijp. Maar ja? Mag die meneer met kapsel dan even nog één keer zeggen dat Nederland vooral moet stemmen op de beste presentator, ook met kapsel, van Nederland. En als het goed is, komt er nu een adres, een e-mailadres in beeld waar ze kunnen stemmen. Want voor ons programma, voor de status van ons programma, zou het heel belangrijk zijn, zeker in het kader van onze contractverlenging, dat die directeur die hier rondloopt, loopt hier niet voor Jan met de korte achternaam, nee, natuurlijk. He, die wil zaken doen. En snel, denk ik. Dus dat jij die grote prijs pakt. En het is heel eenvoudig. Als alle fans die trouw naar ons kijken, even een e-mailtje sturen, ben jij de koning van Nederland. Maar iedereen denkt dat je... Ja? Iedereen denkt dat jij loopt die golf, maar je gaat mee. René gaat ook mee, in smoking dan. Wij gaan dan, wij escorteren jou naar dat vreselijk feest waar alle enge mensen van Nederland bij elkaar komen. Ja, op een donderdagavond. Wilt u ook mee? Gaat u ook mee? Die mevrouw die Wim Kieft zo leuk vindt. Ja, toch? Gaat u ook mee? In Polonaise, toch? In Polonaise. Ja, Johan vindt het geweldig. Ja, daar hou ik van. En John de Bever gaat nog zingen die avond ook. Dus dat kan niet. Kijk eens aan. Met dat kapsel zou dat zo kunnen. Dus dat kan geen enkel probleem zijn. Maar bedankt namens mijn vrouw ook, hoor. Ik bedoel, je zit echt niet te gek aan de steken. Nee, ik meen het echt. Je weet hoe ik over je denk. Ik vind je lul, maar je bent een goede vakman.